Ik hoor het al. Dat gaat niet werken. Ik zie het al. Ze zeggen, Jezus Wilhelmus, kap eens even. Ja, er is één vrouw daarachter. Oh, lief, lief, leuk. En de rest zit, ja, Wilhelmus, ga je lekker gelukkig op je bank zitten met je vrouw. Ik loop over straat en daar zie ik hem staan. De oude man daar boven aan de trap. Hij schreeuwt, hey, hou jij je vrouw maar goed vast, anders neem ik hem mee. Nee, het is geen grap. Ik hou mijn vrouw stevig vast en zwaai naar hem, dag mooie man. Waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor? Als ik je pooienbakken zie bij ons hier in de wijk, sta eens even stil. Nee, niet om je raam open te draaien, omdat je er een blikje Red Bull uitgooien wil. Met honden door de smalle straten, keiharde muziek en veel gegil. God, God, wat hebben we een lol, wat hebben we een pret. Maar sta nu eens even stil. Ik steek mijn kop, liever in de zand. Want stel je voor, er is echt iets aan de hand. En als ik dan ga kijken, loopt het misschien wel uit de hand. En als ik niet kijk, is er ook niets aan de hand. Wat wil je zien? Sta stil. Friesland werd te klein, dus mijn ouders zij vertrokken als hoofd van de school naar het grote Rotterdam. Daar werd ik als jongste van 11 kinderen geboren. Helaas, mijn ouders gingen dood, nog geen 3 jaar oud, daar stond ik dan. 11 kinderen verdeeld over familie, klinkt makkelijker gezegd dan het is gegaan. Wij waren als jongste 2 wel schattig, dus met mijn broer in een pleeggezin gedaan. En ik hou van vreemde mensen. Het kan mij niet gek genoeg. Hoe gekker, hoe liever. Voel ik me helemaal thuis, word ik rustig van. Jullie weten wat het is? Wonen jullie niet in Utrecht? Dat is duidelijk. Soms zit het mee. En soms zit het tegen. Zou je er niet eens met iemand over praten? Hoezo? Het ligt toch zeker niet aan mij. Vertel Wilhelmus, vertel, wat is er gebeurd? 4 van die gasten. Ballonnetjes, lachgaspatroon. Nou, dat rammen, dat doe ik dus in mijn dromen. Want ik ben echt geen superheld. Het lijkt me o zo heerlijk, die gast is flink de waarheid te vertellen. Maar ik geloof niet in geweld. Maar wat ik dus te gek vind bij al deze ellende, dat de kunstenaars op staan. Net zoals je het hola. Die zwerfafval rapen en weer iets moois laten ontstaan. Sta eens even stil, ja kom jij eens even hier. Loopt op de catwalk, in een keverjurk, met een keverhoed. Jut hola, ja. Toen ik eindelijk stil stond, ben ik heel diep gegaan. En nu kan ik vliegen. Kijk mij hier nu mooi stil. Staan.